Sam Lewitt is een Amerikaanse kunstenaar die in zijn werk gebruik maakt van bestaande industriële technieken en infrastructuren. En in zijn werk plaatst hij die in een nieuwe context om vragen te kunnen stellen over de manier waarop die infrastructuren en technieken vormgeven aan het maatschappelijk leven. Zijn recente werk gaat over de onzichtbare krachten die de zichtbare wereld vormen, zoals energie en kapitaal. En in deze tentoonstelling, Cure the Work, plaatst hij Z33 midden in de economische veranderingen hier in de regio. Het vertrekpunt van Cure the Work is het feit dat de Ford-fabriek in Genk werd afgebroken in dezelfde periode dat het nieuwe Z33 werd gebouwd. En die veranderingen die staan symbool voor grotere economische ontwikkelingen in de regio en de rol die kunst daarin inneemt. In de tentoonstelling heeft hij industriële elementen uit de voormalige Ford-fabriek gebruikt om een alternatieve productielijn op te zetten voor stenen hier in Z33. En die stenen die worden gemaakt met grond die afkomstig is van de voormalige Ford-site. En die wordt samengedrukt tot stenen met een machine die oorspronkelijk is ontworpen voor ontwikkelingslanden met het doel dat mensen daar hun eigen huis zouden kunnen bouwen met lokale grond. En hier in de tentoonstelling fungeren de steenpersen eigenlijk als een soort ready-made lokaal kunstwerk, omdat ze overal worden gebruikt met lokale grond. De titel Cure the Work verwijst naar de dubbele betekenis van het woord werk als zowel kunstwerk als arbeidsproces. En het werk wat hier in de zalen te zien is, is ook een arbeidsproces en eigenlijk valt dus artistiek werk en niet-artistiek werk samen in deze tentoonstelling.